Yo, mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb er zin in. Nee, eigenlijk helemaal niet, want ik neem dit voor de tweede keer op. Oké, laten we straight to the point komen. Mensen vragen zich wel eens af, hoe zou ik nou de wereld kunnen verbeteren? Hoe kan ik nou zorgen dat ik mensen help? Nou, ik heb hier 5 stappen voor jullie om een superheld te worden. Laten we beginnen met stap 1. Stap 1. Zorg voor superkrachten. Dus bij wijze van spreken, de vuurkrachten van Fireman. De krachten van Spider-Man en zo. Maar hoe kom je nou aan superkrachten? Dat is de eerste vraag. Nou, je kunt natuurlijk gewoon gaan klooien met chemicaliën en hopen dat je superkracht krijgt. Maar er is een grote kans dat je een derde bil krijgt. Yeah! Je kunt ook doen wat Spider-Man overkwam. Laat je bijten door een of andere radioactieve spinnen. En de volgende dag word je wakker en dan... Ben jij gespierde man? Ja. Ja. De Hulk had een ongeluk met gammastraling en iets met zijn eigen bloedlijn. Ja. Je kunt ook doen wat Tony Stark deed. Ook wel bekend als Iron Man. Trek een pak aan om jezelf te verdedigen tegen... Ja. Mensen, want je bent multimiljonair. Yeah! Stap 2. Zorg voor een super kostuum. Yeah! Ja. Wacht even. Ja. Zo herkent echt niemand je. Ja, het enige is dat je wel met je rana praat. Maar niemand zal je stem dus ook herkennen. Dit is echt een fantastisch kostuum. Behalve, ja inderdaad, het is veel te veel moeite om die achterkant vast te knopen. We hebben er nog meer. Waarom breken al mijn superkostuums vandaag? Weer eentje kapot. Het was de bedoeling dat ik dit aan zou doen. En deze, ja. Iets met een... Ik had maar 1 handschoen. Ik had alleen maar mijn rechter... Sorry, dit is links. Ja, ik ben zo'n kneus die links en rechts door elkaar haalt. Typ allemaal in de comments. Links en rechts. Ja. Ik heb er nog meer. Ja. Zo gaat natuurlijk iedereen mij herkennen. Dus daarvoor hebben we een capuchon. Niemand gaat mij herkennen als de levende pompoen. Yeah. Ja, behalve dat er mensen zijn die weten dat ik een pompoenwansje heb. Dus deze valt ook af. Door naar de volgende stap. Als jij eenmaal een superkracht hebt en een superkostuum, is het tijd om heldendaden te gaan verrichten. Van bijvoorbeeld die ene boef waar de politie al eeuwen naar op zoek is. Vang hem, lever hem af bij het politiebureau en leg er een berichtje bij met van de held. Die niemand. Van de mysterieuze held. Graag gedaan. De politie zal je eeuwig dankbaar zijn en zal bij je in het krijt staan. Yeah! Je hebt de politie achter je staan. Yeah! Perfect! Ja, door naar de volgende stap. Stap 4 is natuurlijk heel veel trainen. Stap 5 is natuurlijk, zorg voor een naam. En het kan op verschillende manieren.
Je kunt jezelf een naam geven en gewoon briefjes achterlaten met erbij. Ja, een naam. Nou, dat kan natuurlijk. Of je kunt zorgen dat je bekend wordt bij de mensen en dat de mensen jou een naam geven. Dat is natuurlijk veel vetter. Ja, dit waren de 5 stappen om een superheld te worden. Heb jij nou... dan ben ik benieuwd. Wat zou... Comment hieronder. Wat zou jij als superkracht willen hebben? En wat zou je... Hoe zou je heten? En... Ik hoop... Natuurlijk... Dat we straks... Overal, in alle steden, in alle dorpen... Superhelden voorbij zien komen. Die... Weet ik veel wat aan het doen zijn. Yeah. Superhelden. Ik hoop ze te zien. Tot. Ja. Tot. Tot morgen. Ja, jullie zien mij morgen weer. Ik zal jullie zien op een dag dat ik een meeting ga organiseren om jullie te zien. Dan ga ik handtekeningen uitdelen. Foto's. Boehoe. En ja. Ja, maar dat kan voorlopig nog niet, want. Je weet het, hè? Ja, weet je wat ik me wel afvraag? Waarom zijn er zo ontiegelijk veel vliegtuigen de laatste tijd? Die mogen toch helemaal niet vliegen op dit moment? Nou, tot morgen. Doei!